Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Zeg maar goedemorgen. Kom maar zwaaien. Zeg maar goedemorgen. Goed zo. Yeah. Iedereen heeft hier al een flesje gehad. En we zijn nu even lekker aan het kroelen. Liam is vrij ondeugend. Ja, jij bent niet aan het luisteren, hè? Jordi heeft buikpijn. Hij is vrij chagrijnig, maar volgens mij heeft hij wel goed geslapen vannacht. Dus dat scheelt. Hey. Laat je broer nou eens met rust. Ja. Je moet je broer met rust laten. Ja, ondeugd. Volgens mij zijn alle kindjes hier nog moe. Jij bent ook nog moe, hè? Hij was zo verdrietig. Dus ik denk, nou, oké. Okay. Maar hij heeft nou ook een andere speen. En, laat eens kijken, mama. Laat eens kijken. Dit is een harde speen. Die kun je niet meer induwen. Die vorige nog wel. Dus daar is hij nu aan het wennen ook. Hij doet het daarmee best goed, moet ik zeggen. Ik denk dat ik straks of morgen alles eventjes ga vervangen, zodat hij hardere speen heeft. Hij is hartstikke moe. Je bent moe, hè, jongen. Jordi is ook nog steeds moe. Ik heb met alle drie al geknuffeld en gespeeld en het is nog maar 9:05. Wat is het toch heerlijk als de kindjes lekker aan het spelen zijn. Oh, nou ben je dit aan het spelen. En dan ga je dingen doen die niet mogen. En dat weet jij. Nee, moet dicht. Nee. Die zijn van jou. Moet je schone luier hebben dan. Nee. Nee. Geef hier. Kleine rat. Het is kammen. Je krijgt een matje, jongen. Je komt daar echt uit Maaskantje. Ja. Maar ik weet niet wat ik met zijn haren wil. Want hij heeft hier en hier heeft hij van die kale plekken. En dan de mama deed zo. Tjup, 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 tjup. Tjup, 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 tjup. En even de voorkant. Oh, dat is lekker. Hartstikke. Ik heb vandaag lekker mijn soepjurk ook aan. En die soepjurk laat ik ook lekker aan. Ja. Ik heb gewoon echt geen puf om dingen te gaan doen vandaag, buitenshuis dan. En dat ga ik ook echt niet doen. Ik weiger. Ik ben vandaag in de weigermodus wat dat betreft. Ja. Dus als je me zo blijft zien, ik moet eigenlijk nog een voorgedeelte van een video opnemen. Van die spullen van het pakket. Dus misschien dat ik mijn haren doe, even iets anders aantrek. Maar wel iets makkelijks. Maar voor de rest, nee. Ik heb mijn maandelijkse dingetjes weer voor de vrouwen onder ons. Dus dan, ja, dat. Oké, ik moet even snel zijn, want anders heb ik weer een auteursclaim op mijn video hangen. Liam kleuren, Sam omgekleed, Jordi gewoon kijken. Alles ligt in bed. Ook hier nou zitten. Ik denk dat Jordi me weer gebeten heeft. Doet hij ook wel eens per ongeluk en dan voel ik dat niet. In ieder geval, alles ligt in bed. Jordi ligt net in bed. Sam slaapt, Liam slaapt. En ja, ik weet niet of Jordi gaat slapen hoor, maar hij was wel moe. Maar in ieder geval, het ligt allemaal in bed. Dus ik heb heel even pauze. Ik ben kapot. Ik geef wat eten. En ik denk even Expeditie Robinson kijken. Want dat heb ik gisteren niet gedaan. Dus ik denk dat ik daar even ga kijken. En ik moet natuurlijk daar de vlog nog uploaden. Ga ik daar ook nog doen. Tussendoor. We hebben een overwinning.
Ik heb voor zowel Liam als voor Jordi had ik een bakje chips gemaakt. En ja, Jordi knoeit heel veel, but I don't care. Waar het mij om gaat is... Oh, hier loopt dus ook nog. Waar het mij om gaat is dat hij weet dat daar chippies staan. En dat hij daar gewoon uit kan pakken. Dus hij doet iedere keer wat chippies pakken. Omdat deze drie honger hebben, heb ik het eten voor hun zover klaargemaakt dat ze lekker kunnen gaan eten. Jouw kappen? Ja, dat is even wennen voor jou, hè? Op dit moment eet Sam volledig met de pot mee. Let niet op alle rotzooi alsjeblieft wat je ziet, want Jordi eet alles wat dat betreft. Bij Jordi zit er ook extra jus in voor vet en alles met zonbelasting. Liam heeft gebakken aardappeltjes uit de oven. Daar eten Niels en ik ook. En echtjes met worteltjes. En voor... voor Sam en Jordi heb ik gekookte aardappels. Omdat dat is gewoon beter en fijner te malen. En op dit moment eet Jordi volledig gemalen. Tijdelijk. Trouwens, en misschien is het ook wel goed bij te melden dat er geen filmpje hier is. Want dat doen we met avondeten eigenlijk nooit. En als we dan klaar zijn met eten, tenminste Jordi en Sam, want Liam is nog lekker aan het smullen. Maar dat doet hij lekker op zijn gemakje. Als we dan klaar zijn met eten, ziet Sam er mooi uit. Hallo, ik ben Liz. Dat, en vandaag zijn wij jarig. Laat, laat je zien hoe oud wij zijn geworden. Dit is ook nog allemaal eetbaar, hè? Hier. Hij heeft ook een beetje een slotneus. Zes. Ja, dat wist ik. Ja. Wij zijn alle twee 6 jaar geworden. Kijk, 6 vingers op mijn handen. Ja, en daarom gaan wij straks een hele grote... Even mijn handen wassen. Het is zover. Jordi ligt op bed. Liam ligt op bed. Liam had nog eventjes een probleem met vallen. Die had nog eventjes zijn mond vol bloed zitten. Daar heb ik even Silo opgespoten om te kunnen kijken hoe en wat. Ik kon niet heel veel zien. Maar het lijkt bij zijn twee boventanden te zijn, maar die zijn niet naar binnen geklapt of zo. Nee. En Sam heeft net ook zijn fles gehad. We hebben Jordi nog geholpen. En we hebben ze alle drie gebadderd. En nu gaat Sam dag naar bed. En ga ik de troep opruimen. Een hele goede morgen. Ik ben al met de kinderen naar de winkel geweest en we zijn nou lekker fruitje aan het eten. Ik wil jullie eens laten zien. Ik heb net Jordi even een buikmassage gegeven en hem een beetje laten poepen, zodat de ergste pijn weg is. Dan kan hij hem straks verder helpen. Maar Jordi, die vindt het leuk om dat te doen. Nee. En dan gaat hij naar de camera kijken. Tuurlijk. Nee. Terug. Hup. Het feit dat hij er zo bij zit, dat betekent dat ik hem echt heb kunnen helpen. Nee. Maar jij moet eigenlijk slapen. Je broertje slapen ook. Nee. Ja, boe.
niet twee. Maar omdat hij net zo over de zeik was, gaat hij echt niet slapen. Niet zo boos doen. Maar dit is omdat hij zijn zin niet krijgt. Op, ga maar liggen jij. Handje. En daar ga ik. Boom. Hij zit heel beeldscherm achter de lemmeren. Hij vindt het jammer een kusje moeten krijgen. Ja, mama, je hoofdje kroelen. Dat vind je ook altijd lekker, hè? Lekker kopje kroelen. Ja. Jongen, ik heb dan wel vel over, maar ik denk niet dat je daar een hele lap vel voor moet pakken. Nou, vertel jij maar eens tegen de mensen hoe dat jij je eigen voelt. Ik weet niet wat jullie allemaal zien. Hier wordt je al rustig van. Uiteindelijk heb ik Jordi in slaap gekregen. Heb ik eventjes de extra video geëdit en alles. En wie is er nu wakker? Jordi! Oh, Liam is ook wakker. Liam is ook wakker. En Sammy is ook wakker. Kusje voor iedereen. Zeg, Jordi, je blijft dat beeldscherm aflepperen. Dat komt omdat als opa en oma op FaceTime zitten, dat die continu dat doet. Kleine kruimeldief. Mama, handje geven? Oh, je had nog. Oh, kijk. Moet je pakken, hè? Goed zo. Lang op geoefend. En nu eindelijk voor elkaar gekregen dat hij zelf ook een paar chipjes pakt. Goed zo, Jordi. Mama, je handje? Kom je handje?
pakken? Goed zo. Goed zo. Lekker in je mondje stoppen. Ik ga pizza maken. Tomatensaus. Beetje kaas. Brei. Hamblokjes. Champignons. Paprika. Voor de mensen die zeggen dat er geen ananas op een pizza hoort. Ananas. En dan kaasje. Lekker kaasje. En toen ging hij even bakken. En de kindjes eten lekker pannenkoeken. Omdat ze dat lekker vinden. Sam die eet rode bieten. Joep. Klaar. Joep. Nom 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 nom. Niels en ik hebben net ook even gegeten. De pizza was lekker, toch? Ja. Hij roept ja. Straks was ik dus in de winkel en ik heb slagroom gehaald. Wat zouden we ermee gaan doen? Ik en Niels doen er niks mee hoor, maar met de kinderen. Eens even kijken. Handjes aan de kant. Moet je proeven? Proeven? Kijk, bij papa ook in de mond. Oh nee, dat kan niet. Hier, kijk, papa ook. Ik kan gewoon bijna niet geloven dat je deze schatkist hebt ontdekt. Ik kan het ook bijna niet geloven. Vind je ze die aan? Echt waar, juffrouw. Zullen wij eens kijken? Kijk dan. Kijk je broertje. Echt een kracht. Die gaat er vol in. Dat wordt nog wel op zijn eerste verjaardag. Ja, die moeten we echt een schort aan doen, denk ik. Of de naam wat. Is lekker, Sammy. Wat is dat? Doe maar een beetje op dat ding. Hier gaat er echt eentje vol in. Papa? Lukt het, Sammy? Ben je het aan het snuiven? Rust. Rust. Geen rust bij papa, want die heeft Sam nog en die heeft nog geen fles. Maar oh, wat kan ik hiervan genieten, zeg. Dat ze lekker rustig zo een flesje aan het drinken zijn. Totdat ze op zijn en dan is het weer haar. Maar dan heeft Sam hem nog niet op. Nee, dan heeft Sam hem nog niet op. Doe je zwaaien naar alle mensen thuis, dan zeg je daar. Doe je zwaaien? Doe je zwaaien. Nee, hier. Hierheen. Zwaaien. Heel wat daar. Goed zo. Ik ben hier aan het opruimen, poetsen en dat soort dingen. En ik had weer eens een grandioos ping, 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 ping idee. Niels, volgens mij ben jij mij... in je hoofd aan het verrot schelden? Nee. Nee, toch niet? Onze Boomba tent is terug. Maar hij is van die IKEA. Ja. Ja. Dat komt... Je ziet daar gelijk als je morgen sport. Ja. Dat komt, ik heb hier een tol.
En daar zitten knuffels in. En we doen daar helemaal niks mee. Dus ik ben continu aan het nadenken hoe dat ik bepaalde dingen hier kan organiseren. Zodat iedereen er iets aan heeft. En vandaar dat ik die tent terug wilde. Zodat ik... Heb ik geen last van die jas. Nee, die zal wel in zijn tent zitten. Dus ik ga nou alle knuffels erin douwen. En dan, ja. Jou vindt volgens mij ook leuk. En dan is dit het resultaat. Alle vriendjes en vriendinnetjes van Liam. Ik wilde Joef er ook tussen zetten. Maar ja, die bleef niet zitten tot morgenochtend. Ja, ik heb het dus een keer gezellig gemaakt. De boel is gepoetst. En we gaan lekker film kijken. Ik heb wat lekkers gemaakt voor op tafel. En we gaan eventjes lekker bankzaken doen, toch? Nou, dan gaan we film zoeken. Ja, dan gaan we eerst uitzoeken. Misschien dat we daar al wel een uur mee bezig zijn. In ieder geval, ik ga lekker relaxen. Wat ik nog even wil zeggen is, ik laat nou zien wat we op tafel hebben staan. Maar heel veel dingen heb ik altijd gewoon standaard in huis. Dus daar kun je altijd gewoon iets lekkers mee maken. Dus heb je altijd iets om op tafel te zetten. Een hele goede morgen. Volgens mij heeft iemand hier zijn plekje gevonden hoor. Ja. Hé Liam. Ben je blij met de tent? Nee. Niet? Jawel toch? Je bent toch wel blij met de tent? Hé Liam. Oké. Die moet er ook in, hè? Goed zo. Ben je blij met het tentje? Als je die lastige mama niet allemaal hebt, hè, dan hoeft de papa het allemaal niet op te zetten. We hebben er al twee flesjes gehad. Sammy is nu aan het lurken aan de fles. En we zijn iemand kwijt de hele tijd. Ja, jou. Lekker rustig. Sam zit lekker in zijn loopstoel. Jordi ligt hier. Liam verveelt hier. Hoi, Liam. En mama is een ontbijtje aan het maken. Ja. Wat ben je aan het maken, mama? Ik ga pizza croissantjes maken, kaaskroissantjes en gewone croissantjes. En Liam, wat doen wij dan? Nog even wachten. Pizza. Croissantjes. Gisteren had ik pizza gemaakt en daar had ik nog saus van over. Dus wat ik ga doen is, ik ga dat op de croissantjes deeg smeren. Hoeft allemaal niet perfect, hè, want het is huis, tuin en keuken gebeuren. Dan pak ik een beetje kaas. Je kan er meer op doen, hoor. Maar ja, hier eten de kinderen er ook van. Dus ik moet daar natuurlijk kindproof maken. Dan pak je een plakje kaas. Die vouw je door tweeën en dan door vieren. Die leg je daarop. En dan rol je hem. Rolling. Rol je hem op. Dat is de pizza croissant. Nou, dan kijken we dadelijk hoe ze uit de oven komen. Ja. En dit zijn ze dan wanneer ze de oven in gaan. Eitje eroverheen gestreken. Lekker.
De twee oudsten, die liggen nog te slapen. Niels is een serie aan het kijken. Sam is nog wakker, maar die wil daar een fles en dan kleden we hem al van staan. Want we moeten daar nog naar de winkel. Ik heb even lekker gedoucht, even zelf tijd genomen. Ik had behoefte om mezelf te make-uppen, maar toen ik beneden kwam, toen dacht ik bij mij, die behoefte is alweer weg. Dus, nou, ik heb geen zin in nu. Dus dat ga ik niet doen. We gaan daar eventjes een broodje eten. En dan, ja, gaan we kijken hoe en wat. We moeten straks even naar de winkel dus. Dus ik heb ook alle kleedjes al klaar liggen voor de kinderen. Zodat ze in ieder geval, zodra ze wakker zijn, dan we kunnen gaan. Echt waar? Wil je tegen mama vertellen? Nee. Oh. En wil je al uit bedje? Ben je al klaar om uit bedje te komen? No. Ik denk dat het ongeveer 2 jaar geleden is dat ik voor het laatst gemake-upt heb. Nee, bij mij is het langer geleden. Jo. Maar ja, laat ik jullie de man meenemen, denk ik, of zoiets, denk ik zo. Ik ga het proberen. Het is lang geleden. Ik moet zeggen, ik ben er nooit heel slecht in geweest, maar het is lang geleden. Ik heb wel allemaal nieuwe spullen in de tussentijd gekocht, hoor, omdat ik zoiets had van, ik wil het wel weer gaan doen. Dus laten we gaan starten. Ik doe wel een beetje natuurlijk. Ik ga niet allemaal te doen. Dat vind ik niet nodig. Nee, je komt nou niet bij mama zitten. Nee, want dan moet mama jou ook make-uppen. Ik denk dat papa dat niet zo tof vindt. Ja. Ik ga geen clown maken. Oeh. Hi. Vind je dat mama mooi is? Nou, dit is het hem voor nu geworden. Het is een beetje naturel. Ik vind het wel altijd leuk om een lipkleur te hebben. En ik heb eyeliner en mascara. En dat is voor mij genoeg momenteel. Ik heb een heel klein beetje highlighter hier zo, want dat vind ik altijd wel mooi.
En voor de rest een beetje natuurlijk. Nou, ik ga een nussekus geven. Mama, sta. Nou. In ieder geval, ja. Geeft er leuk uitzien, Niels? Of ben ik nou net een clown? Nee, want je hebt geen rode neus. Serieus? Nee, je zit er goed uit. Ja? Lang geleden, hè? Dat ik er zo bij liep, hè? Dat dacht ik. Nou, wij gaan de kinderen wakker maken verder en aankleden en dan zorgen dat we even naar de winkel gaan. De hele bende van ellende die is in de douche geweest, behalve papa. En ja, ik ben straks natuurlijk geweest. Mijn make-up heb ik eraf geprobeerd te halen, maar ik lijk nou net een panda. Maar dat maakt niet uit. Dadelijk gaat onze Bambix-bende naar bed. Dan gaan wij hier even opruimen. En dan ga ik even mijn nagels doen. En klaarmaken voor de week weer te beginnen. Dus ja, dat is de bedoeling. Wat ook de bedoeling is, is dat deze week, op woensdag, komt er sowieso geen vlog. Op vrijdag weet ik het nog niet. We moeten even kijken hoe dat het met Jordi gaat. Op de eerste plaats ben ik natuurlijk mama. Dus vandaar dat ik deze keuze maak. Het heeft er niks mee te maken dat ik er geen zin in heb. Maar ik wil niet dat ik me druk op mezelf ga leggen, waardoor ik dingen gehaast ga doen. En dat is niet de bedoeling. Dus vandaar dat ik deze keuze maak. Of dat die, als die vrijdag niet online staat, dan staat er zaterdag of zondag altijd eentje online. En dat is dan een weekvlogje. Ja, dat is eigenlijk een beetje de situatie nu. Dus ja, straks gaan we nog heel even de vlog afsluiten als de kindjes lekker op bed liggen. Ik heb mijn nagels gedaan. En Niels heeft even de keuken opgeruimd. En nou gaan we lekker slapen. En de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.